De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hey, en hoe was de kerkvergadering? Prachtig. Ik heb alleen niet goed begrepen waar de dominee het over had. Oh, waarschijnlijk over eert uw moeder, eert uw vader. Of misschien ook wel eert uw zoon. Dan heb je hem weer. Geen enkel respect voor mensen met een eerlijke overtuiging. Ik wil vandaag geen geruzie horen. Ruzie helemaal niet. Mooi zo, dan ga ik het eten voorbereiden. Is het waar wat ik gehoord heb over Boukje? Wat heb je dan gehoord? Maar doe nou niet zo onnozel. Het hele dorp heeft het over hoe jij je vader hebt bedreigd. Dat valt best mee. Ik heb gewoon gezegd dat ze nog leerplichtig is, dat is alles. En gaat jou dat aan? Pa, ik zit in het jeugdwerk. Misschien was je dat vergeten, maar in de stad ben ik de hele dag bezig met puinruimen. Van wat ouders en andere zogenaamde opvoeders ervan terechtbrengen. En als ik zie dat het hier onder mijn neus misgaat, ga ik toch niet zitten toekijken. Dan doe ik er wat aan. Is dat jouw opvatting van maatschappelijk werk? Een beetje politieagent spelen. Je hebt absoluut geen benul hoe het hier in elkaar steekt. Dat heb ik wel. En ik laat me niet hinderen door ene Dolf Hendriksen die denkt dat hij hier de baas kan spelen. Maar het is toch belachelijk om je dochter niet naar school te sturen. En als hij morgen niet op school is, dan krijgt hij te maken met instanties waar zelfs hij niet tegen op kan. Daar zorg ik ervoor. Je probeert gewoon herrie te schoppen. Zo ben je altijd al geweest. En querulant, dat ben je. Je bent hier net en iedereen is al tegen je. Oh ja? En sinds wanneer is Dolf Hendriksen iedereen? Jij begrijpt er helemaal niets van, hè? Hier nemen mensen het voor elkaar op als iemand wordt lastiggevallen. Behalve Dolf Hendriksen dan. Die neemt het toch voor niemand op. Die denkt alleen maar aan zijn eigen belang. Alleen durft niemand dat hier hardop te zeggen. Dat valt met jou niet te praten. Jij bent en blijft een eigenwijze wereldverbeteraar. Melvin? Heb je heel even tijd? Als het echt even is, ik ga honkballen met een paar vrienden. Mm-hmm. Ga zitten. Melvin, ik weet dat jij denkt dat Henny jou verbiedt om je vader te zien, alleen maar omdat zij het niet kan uitstaan, dat jij wel met hem op kan schieten en zij niet. Of heb ik ongelijk? Maar het is absoluut geen kwestie van jou iets niet gunnen. Ik wil ook echt dat je dat begrijpt. Dat pistool, dat was voor Henny de bevestiging waar ze bang voor is. Ik weet dat het speelgoed is en zij weet ook dat het speelgoed is. Maar het is niet het soort speelgoed waar wij dol op zijn. Ze heeft zelfs de politie al gebeld voor dat gedoe. Ja, het verbaast me dat je daarvan opkijkt. Je moeder is voor hem gevlucht, jij en Henny zijn ook voor hem gevlucht. En het is niet voor niets, dat weet je. Ja, toen bedreigde hij ons. Maar nu is dat anders. Het spijt hem, hij wil vrienden met mij worden. Alleen geven Henny en mama hem geen kans. Maar dat is ook niet voor niks. Ze hebben de meest afschuwelijke dingen met hem meegemaakt. En ik denk dat jij nog maar half weet hoe erg dat was. Weet je wat Henny van de politie te horen kreeg? Zij weten ook dat hij niet ongevaarlijk is. En hij is zelfs al een keertje in het land uitgezet door de vreemdelingenpolitie. Maar ze kunnen nu niets doen zolang jij uit jezelf contact met hem zoekt. Ze kunnen pas iets ondernemen zodra het fout gaat, als hij jou iets doet. Ja, kun je je nu een beetje voorstellen hoe ongerust en bang Henny is? En dat ze het vreselijk vindt om te moeten afwachten tot zoiets gebeurt? Ik hoop dat je hier echt eventjes goed over wil nadenken. En het is absoluut niet zo dat wij jou iets leuks willen afpikken. Echt niet. Wil je doen? Nou, ga nou maar lekker omballen.
Wat kijk jij zomaar voor je conditie tegen? Is chef er niet? Nee. Nee, is naar de zaak. Zelfs de zondag is niet meer heilig. Ik weet niet precies hoe laat hij terugkomt, maar ik heb een diepvriespizza voor hem in de oven gezet. Wil je dat tegen hem zeggen? Eet u niet mee? Nee, ik ga met een vriendin eten. Ze belde een uur geleden. Peter, wat kijk je? Is er iets? Nee, nee. Ik zal het tegen hem zeggen. Ik kan op korte termijn geen betere modellen krijgen. Misschien geen betere modellen. Maar wel betere publiekstrekkers. Bekende namen moet je hebben. Bijvoorbeeld de gebroertjes van Dongen, die zwemmen een tweeling. Ja, die zijn zo gek dat ze badmode gaan showen. Laat dat maar aan hem over. Nou, volgens mij zit ze in het buitenland. Nee hoor, ik heb ze op de televisie gezien. Daarom moest ik ook aan ze denken, dus waarom zou je ze niet even bellen? Nou, het is nu toch al te laat. Suzanne heeft het hele programma nee, al af en... Nee, wat maakt mij dat nou uit? Ik wil best wat meer werken als ik ze maar kan krijgen. Nou ja, goed. Ik zal het proberen. Zo ken ik je weer. Hallo? Sorry dat ik te laat ben. Maar ik had de tijd niet in de gaten gehouden. Maakt er niks uit. Ze wachten wel op ons. Zullen we niet eerst even wat drinken? Ik heb geloof ik alleen maar port. Oh, dat is goed genoeg voor mij. Wat is er toch met jou aan de hand? Hoezo? Ja, je doet zo eigenaardig. Onzin. Zo ben ik nou eenmaal. Als er iets is, dan wil ik het liever graag zo gauw mogelijk weten. Ik heb gewoon een vervelende ochtend achter de rug. Betrek toch niet altijd alles zo op jezelf? Dus als jij je rot voelt, dan doen mijn gevoelens er niet meer toe. Waarom heb je niet afgebeld als je toch geen zin hebt? Daar gaat het toch helemaal niet om? Hoe kan ik het je nou uitleggen? Leg mij eerst maar eens een keer uit wie dat meisje was met wie je hebt zitten lunchen. En misschien kun je me ook verklaren waarom je zo bot op mij reageert als ik belangstelling voor je toon. Helen, Helen, doe nou. Ik bedoel het niet zo. Met huize Helmink. Hallo, met Jan Alberts. Is mevrouw Helmink thuis? Ja, die is er, ja. Meneer Dendermonde? Ja. Ik had de stem niet herkend. Kan ik haar even spreken? Dat is een beetje lastig nou. Nou, geef dan maar een boodschap aan haar door. Zeg haar maar dat Mickey niet op zijn werk is gekomen. Ik heb net zijn oom gebeld en die weet dus ook niet waar die uithangt. En zeg maar dat ze mij kan terugbellen in de Koning, als ze er meer van weet. Ja. Ja, ja, dat is goed. Dat zal ik doen. Dag. Dag. Wie was dat? Het spijt me van daarnet. Je hebt absoluut gelijk. Ik moet mijn slechte buien niet op jouw bot vieren. Betekent in ieder geval dat je je bij me thuis voelt. Dat is tenminste iets. Arnie, waar heb je uitgehangen? Ik heb me vreselijk ongerust gemaakt. Alsjeblieft, mijn hoofd. Waar ben je geweest? Waar ben je niet geweest, kan je beter vragen. Oh. Ik kom wat oude kennissen tegen. Ik heb een kroegtocht gehouden, geloof ik. Sorry, Lin. Ik had je moeten bellen. Die koppijn zou ik wel verdiend hebben. Wij kunnen ons nu niet druk over maken. Er zijn belangrijkere dingen. Mickey is in elkaar geslagen door Van Koten. Wat? Ah. Waar is hij nu? Hij is de stad uitgevlucht. Ja, hij moest wel. Hij probeerde ons alleen maar te helpen. Ik ga erheen. Nee, wacht nou. Je moet eerst Peter bellen, die weet er meer van. Ze zijn gevaarlijk, Arnie. Ze? Wie zijn er dan nog meer bij?
Om te beginnen Frits van Houten. Mickey heeft ze samen gezien en dan zal Hogendoorn er ook wel iets mee te maken hebben. Jezus. Nee, ik ga meteen naar Peter. Jij blijft hier en doe voor niemand over, goed? Oké. Voorzichtig, hè? Maar het is toch niks voor jou om zo in de put te zitten? Nee. Daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Misschien kan jij me opvrolijken. Als je me niet wilt zeggen waarover je zo somber bent, dan kan ik je niet helpen. Het heeft met mijn vader te maken. Wat is er dan? Dat weet ik niet. Hij verbergt iets voor me. Wat dan? Dan moet je toch aanwijzingen voor hebben? Beloof je dat dit tussen ons blijft? Ja, natuurlijk. Goed. Hij wordt de laatste tijd regelmatig opgebeld door een vrouw. Ze heet Cynthia Kuiper. Ze was vroeger een studente van hem en ze heeft een scriptie bij hem geschreven. Daar waar je vroeger woonde? Ja. Ze is toen in de problemen geraakt en hij heeft haar toen geholpen. En wat voor problemen? Ja, dat weet ik dus niet. Ik was nog veel te klein. Het heeft me in ieder geval zijn baan gekost en een hoop problemen opgeleverd. En nu is ze hier. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ja, lastig. Je hebt je vader nooit gevraagd wat er vroeger precies gebeurd is? Nee, hij is er altijd heel vaag over geweest. Volgens mij weet ze niet eens dat ik haar naam ken. Ja, daar kan je er moeilijk over beginnen natuurlijk. Hij is ook zo verstrooid. Daarom is het ook zo moeilijk om iets rechtstreeks te zeggen. Daarom lijkt het misschien dat hij iets te verbergen heeft. En die telefoontjes dan? Ja, dat is inderdaad vreemd. Hallo. Hoi. Je komt erg ongelegen. Ik ben even niet in de stemming. Dan kan ik die stemming niet veranderen? Ik ben even met Anita aan het praten. Mag dat? Het geeft niet. Ik wil er toch net weggaan. Bedankt, hè. Anita, wacht even. Wat een geweldige binnenkomst, zeg. Ik denk dat ik Tim maar ga bellen. Hoewel... Die is net zo erg als jij. Mannen, bah. Net zo erg? Waar heb je het nu weer over? Dat weet je best. Om mij als inzet te gebruiken bij die stomme weddenschap? Kom nou zeg, we hebben de keuze in jou overgelaten. Ja, dat je voor mij gekozen hebt, dat weet ik wel te waarderen. Ja, dat zal wel ja. Heb jij die broertjes van Doorn nou al gebeld? Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, dat zal ik dan maar nu doen, anders ga ik vanavond niet met je naar de film. Chantage? Nooit van gehoord. Hallo, Willy? René? Ja, met Mark de Moor. Ja, je herinnert mij misschien nog wel. Ik heb tegen je gezwommen. Ja, in de juniorenklasse, ja. Hé, waarvoor ik je bel? Ik ben met een aantal mensen bezig een modeshow voor te bereiden voor exclusieve badkleding. En dan wilde ik vragen of jij en je broertje misschien interesse hadden om mee te lopen. Nee, het is heel professioneel. Reiskostenvergoeding? Uiteraard. Nou, het verdient aardig. Ja. Nou, oké. Dan geef ik je nummer door aan Suzanne Balk. Zij regelt het geheel. Ja, oké. Te gek. Dag. Zo, en nu het simpele gedeelte. Hallo, waar is je moeder? Oh, hoi. Eten bij een vriendin. Oh. En wie eet er met mij? Ik niet. Wij gaan vanavond naar de film. Ah, is er wel eten? Ja, in de oven staat wat voor je. Oh, gezellig. Nou, vooruit dan maar, ik moet toch zo weer weg. Oké. Ik weet zo weinig van je eigenlijk. Ach. Wat valt er te vertellen? Maar heb jij nooit de behoefte gehad om te gaan trouwen of te gaan samenwonen? Maar je hoeft het niet te vertellen als je niet wilt. Nou ja. Een paar jaar geleden was er iemand. Waar je verliefd op was? Ja, mag je wel zeggen, ja. En zij op mij. Tenminste, dat dacht ik.
zou gaan trouwen. Maar ik ging eerst nog vakantie met een vriend van me. En toen ik terugkwam, had ze een ander ontmoet. Zo gaan die dingen. Ja. Zo gaan die dingen soms. Je had hem harder aan moeten pakken. Zodat hij zijn mond niet voorbij had kunnen praten. Wie weet zit hij nu bij de politie. Ik dacht dat ik hem flink had laten schrikken. Ik kan hem toch moeilijk koud maken, niet? Trouwens, jij was er helemaal niet bij. Jij hebt makkelijk praten. Ik ken het vuile werk wel knap. Daar betaal ik je voor. Ik vind het ook te link worden. We moeten ermee kappen. Heb ik je om je mening gevraagd? Ik zeg alleen maar dat ik het nou nog ken. Ik ken die steentjes zo weer terugleggen. Dan zullen ze nog denken dat het anders te gevaarlijk werd. Wat? Diamanten? Waar heb je het over? Ja, schei eens uit, zeg. Laten we het wel gezellig houden. Jij en die ouwe van jou zitten er net zo diep in als ik. Dat verbeeld je je maar. Ik heb geen diamanten en ik weet niets van diamanten. Oh, wacht even. Probeer mij erin te luizen. Dat zal je niet lukken. Dat zal je niet lukken. Ik leg die steentjes vanavond nog terug. Iedereen gaat vrij uit. En Albers komt met de schrik vrij. Geen op. Ik kom niet dichtbij. Ik ben besmettelijk. Nou, waar zijn ze? Ik geef jou 3 tellen om te verdwijnen. Ik ken mensen die hun werk grondiger aanpakken dan jij, Van Koten. Mijn best. Als jij het risico wil lopen, met mij zullen ze niks vinden. Peter is onbetaalbaar. Hij zei dat ik Van Houten maar eens op moet zoeken. Wat? Ja, waarom niet? Ik zeg hem gewoon wat ik weet en zet hem daarmee voor het blok. Ja, daar zal hij dankbaar voor zijn. Je hebt niet gezien hoe ze Mickey hebben toegetakeld. Arnie, ik blijf erbij. Je kunt nu beter naar de politie gaan. Grote kans dat ze ons niet geloven. Het is mijn woord tegen dat van Houten en Van Koten. Dat lukt al nooit. Nee, nu we weten dat hij medeplichtig is, kunnen we dat juist gebruiken. Hogendoorn was hier laatst nog. Vandaag? Nee, een paar dagen geleden. Hij probeerde me te chanteren. Hij zei dat als ik mee zou gaan naar Amerika, dat de beschuldigingen op zouden houden. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Jij wist dus hoe het allemaal in elkaar zat. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was zo in de war. Toch had je me moeten vertellen. Ja, dat had ik ook heus wel gedaan als jij was thuisgekomen. 1 nacht. Ik ben 1 nacht weggebleven. Daar heb ik me al voor verontschuldigd. Ik wilde je er niet mee opschepen. Nou, wat heb je tegen hem gezegd? Dat ik liever naar de gevangenis zou gaan en dat hij maar een ander schatje moest kopen. Ik had die oude kop van hem wel willen zien. Maar geeft hij niet op, denk je? Dan zal hij precies hetzelfde antwoord krijgen. Luister nu even naar mij, Brian. Je zegt dat je het beste voor hebt met Melvin. Dat heb je wel gezegd. Volgens mij kun je hem beter met rust laten. Ja, natuurlijk weet ik wel wat ik zeg. Hé, hey, als we gaan schelden, dan hang ik op, dat weet je. Ik hoef hier niet naar te luisteren, hè? Ach, val dood jij. Het was je vader. Het is maar goed dat je niet hebt gehoord wat hij allemaal zei. Hij is zeker kwaad, omdat hij mij niet mag zien van jou. Dat heb ik je toch al eerder uitgelegd. Hij doet alsof. Hij probeert jou voor zich te winnen. Hij is nu heel aardig tegen je, zogenaamd, maar het verandert nog wel. Ik weet wel dat het heel moeilijk voor je is, omdat je het maar van 1 kant hoort. Maar je gelooft me toch wel? Vind je hem echt aardig soms? Ja, maar een beetje. Was je moeder maar hier. Als het zo doorgaat, komen we diep in de problemen te zitten, Nora. Ja, maar wat is dat dan voor een brief? Ja, het is toch goedkoop dat je dat schrijft. Ik ga nog even weg. Wat moet je vandaag naartoe, jongen? Ja, nou, ik ga je nou weer pesten. Jij zal nou ook nooit eens een keer iets aardigs zeggen. Laat maar maar. Mijn dag zou toch niet compleet zijn zonder een compliment van pa? Hallo. Dag. Hallo. Ik moest het geven van papa. Het is een cheque om de lopende rekening af te betalen. Vanaf nu kunnen de wekelijkse leveranties stoppen. Heb je nu je zin?
Als ik je iets eerlijk vraag, krijg ik dan ook een eerlijk antwoord? Het hangt er vanaf. Waar gaat het over? Over Cynthia. Ik weet dat je vroeger nooit over haar hebt willen praten. Maar ik wil nu eindelijk weten wie ze is en waarom ze je lastig valt. Dat is allemaal verleden tijd. Waarom belt ze je nu dan nog op? Heeft Cynthia hier naartoe gebeld? Waarom heb je me dat niet gezegd? Ja, omdat ik niet mag weten wie ze is. En omdat ik wel weet dat ze je in moeilijkheden heeft gebracht. Het is toch vanwege haar dat je ontslagen bent? Ik ben helemaal niet ontslagen. Ik heb ontslag genomen. Alsof dat enig verschil uitmaakt. Het was vanwege haar. Toch? Dat is allemaal al zo lang geleden. Waarom wil ze je dan nog spreken? Ik moet hoog nodig hebben. Ja, als je het me niet vertelt, dan vraag ik de volgende keer gewoon aan haar. Ja, natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen als jij met een vriendin gaat eten. Ik was alleen verbaasd dat je er niet was toen ik thuis kwam. Ja, maar dat irriteert me al dat je verbaasd bent. Mag ik er dan geen sociaal leven op nahouden? Nee, ik besta natuurlijk alleen maar voor de zaken, diners en de recepties. Natuurlijk niet. Met wie was je eigenlijk uit eten? Ken ik haar? Vriendinnetje van vroeger. Ken je niet. Hoe is het nou met je rug? Oh, dat gaat wel. Hoezo? Oh nee, gewoon belangstelling. Ik dacht misschien dat je je verteelt aan het klusje bij Karen Albers. Oh. Au, au. Oh, sorry, sorry. Maar ik wil niet dat je erin blijft. Zeker niet nou je mooie jaren zijn aangebroken. Wat zit jij nou allemaal te suggereren? Niks, helemaal niks. Alleen, ik vraag me af waar die twinkeling in je ogen toch vandaan komt. Die sterretjes. Dat zie ik normaal alleen maar bij verliefde mensen. Hoe bedoel je? Niks. Zou ik jou eens een advies geven? Zoen een getrouwde vrouw nooit in haar eigen huis. De man zou er wel eens kunnen zien. Heeft hij even het gezien, denk je? Nee hoor, nee. Wees maar niet bang. Denk het niet. Maar ik wel. Dus doe een beetje voorzichtig voortaan. Zeker met die rug van je. Ik heb deze boeken van je vader geleend. Ik wilde ze de hele week al terugbrengen. Is hij thuis? Nee, hij is net weggegaan. Ik weet ook niet meer wat er allemaal aan de hand is. Rustig, rustig. Heeft het iets met Gerard te maken? Ja. Hij wordt de laatste tijd steeds opgebeld door een vrouw. Cynthia. En ik weet dat je om haar is ontslagen. Ontslagen? Ja, vroeger. Toen hij nog klein was. Kort na mama's dood. Hier weet ik niets van. Ik weet ook niet meer precies wat er allemaal aan de hand was. En hij wil er met mij ook niet over praten. Ik heb iets gedaan wat ik nog nooit heb gedaan. Vanochtend toen hij weg was, heb ik zijn bureau doorzocht. Ik dacht dat hij misschien papieren had bewaard uit die tijd. Maar ik vond iets heel anders. Iets anders? Ja. Hij stuurt haar geld. Al jaren.